Hallo, we zijn terug in Disneyland Parijs voor het Halloweenseizoen van 2021. Er is niet veel aangekondigd van entertainment dit jaar, maar hopelijk zouden er wel enkele verrassingen zijn dat Disneyland Parijs een pet heeft voor ons. Dus laten we kijken. Hallo. Lekker pumpkin. Can I take some pictures? De parade Disney Stars on Parade is helaas nog altijd niet terug. Maar vanaf vandaag is er een klein stukje Disney Stars on Parade terug op de paraderoute met de steampunk Maleficent draak die speciaal voor Halloween een paar keer op de paraderoute te zien is tijdens een dag. Ook Fanta del Oro is terug open, niet meer als bar, maar als een restaurant met een nieuw menu. Het is momenteel vrijdag en de wachtrij voor Big Thunder Mountain in het midden van de namiddag is enkel maar 15 minuten. Hoe komt dat? Er is geen fastpass meer en de wachtrij gaat een stuk beter vooruit. Dus toppie! Aan verschillende eetkraampjes, zoals hier in Frontierland, kun je verschillende assortiment aan Halloween snacks krijgen. En traditie is dat wij altijd alle snacks uitproberen. Yeah.
Frontierland is dit jaar opnieuw uitgedost in Halloween-decoratie en ook met de coco-decoratie. Sinds de heropening van Disneyland Parijs is de Shooting Gallery nog altijd niet open gegaan. In Magic Kingdom is die recent wel terug open gegaan in Walt Disney World. En daar is de Shooting Gallery volledig gratis geworden. Misschien een idee voor Disneyland Parijs? Dit jaar geen pompoenmannen en vrouwen hier in Frontierland aan de ingang, zoals vorig jaar. Maar we gaan een stukje laten zien hoe het vorig jaar was. Goed nieuws, we hebben zojuist vernomen dat er twee Mickey's Halloween Celebration Float subiet op de paraderoute gaan rijden als verrassing. Het is in één keer fel beginnen regenen, daarom zitten we hier in de arcade, maar gelukkig is de cavalcade met Mini toch gepasseerd. Hopelijk ook de Illusion Manor. Geen show dit jaar hier op de Royal Castle Stage, maar we waren wel vandaag verrast, want tijdens verschillende uren komen de Disney Villains hier de gasten begroeten en kun je een foto maken. In het Walt Disney Studios Park kun je ook villains ontmoeten. In het Studio Theater daar is ook een selfie spot. En dat hebben we eerder vandaag al gedaan en dat laten we nu zien. Zoals je daarnet kon zien, reed een van mijn favoriete floats uit, de Mickey's Illusion Manor op de paraderoute. Dat was een van de verrassingen vandaag tijdens het Halloween seizoen. Zijn er bij de Lucky Nugget om de nieuwe Halloween menu te gaan uittesten en dat gaan we nu binnen doen. Een dag vol Halloween gaan we onze dag nu afsluiten. Het regent ook redelijk fel. Dus bedankt voor het kijken, vergeet niet te liken en te subscriben en tot de volgende keer. Bye!